Nou, alsof het zo bedoeld was. Het moest gewoon zo zijn. Goedemorgen, het is zondag en we zijn thuis. Mama, ja? Kijk, we zijn allemaal foto's aan het maken. Zijn ze foto's aan het maken? Alexander is vandaag jarig. Oh, wat leuk. Kijk, ik ben. Ja, ik ga eens kijken. Kijk, ze heeft een foto met de pop aan het doen. En leuk, hallo schat. Kijk, hoe leuk. Je hebt een mooie jurk aan. En dat matcht precies met deze, kijk. Ja, dat matcht heel mooi. Dan lees je stippel met maar dan mijn vrienden met dit. En ik ga beginnen met soep maken. Die maak ik het liefst altijd 's ochtends, want dan vind ik hem lekkerder dadelijk. We moeten dadelijk de eendjes gaan voeren, hè? We hebben gisteren bij de barbecue heel veel brood meegekregen om de eendjes te voeren. Dus dan gaan we dadelijk eendjes zoeken. Vind je het leuk? Eendje pakken. Eendje pakken? Ja. We zijn naar buiten op zoek naar de eendjes, maar toen zagen we allemaal schaapjes bij het hek. Dus we gaan even bij de schaapjes kijken. Nou, ik denk dat het brood niet heel goed is voor de schaapjes, dat weet ik niet. Dus laten we dat voor de zekerheid maar niet doen. Maar je kan wel even bij ze gaan kijken. Ja, er liggen allemaal steentjes hier, het loopt een beetje gek. Oh, stampje erop. Kijk. Oh, volgens mij... Nee. Nou, ze vinden het helemaal eng. Nee. Kom maar, schaapjes. Nee. We doen niks. En er zit een hek tussen. Nee. Kijk, ze vinden het een beetje spannend. Nee. Oh, nee, die ene niet. Die komt even kijken. Nee. Niet. Kom dan. Kom. Je moet toch mensen gewend zijn? Nee, ik ga 10. Ga je ze bij hun nummer noemen? Nee, ik ga 10. Nee. Oh, kijk, hij komt. Ja. Kijk dan, die heeft echt aan de voorkant geen bol. En voor de rest wel. Kom dan. Dat is nummer 6. We moeten eigenlijk een leuke naam verzinnen met 6. Zesker. Zesker. Oh, nou dan is dat Zesker. 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 Zeg maar. Kom maar, Zesker. Zesker. Hij denkt, zo heet ik helemaal niet. Ik heet Piet. Nee. Hoe heet hij dan? Kees. Jaap. Ik vind hem wel een Jaap. Nee. Oh. Ik noem hem gewoon Zesker. 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 Is een leuke dag. Nou, ze vinden ons niet heel leuk. Ze staan helemaal schaapachtig te kijken. Nou, we zijn het park in op zoek naar eendjes. Mogen het ook waterkipjes zijn? Als er ook waterkippen zijn. Ja, dat mag ook. Maar ik denk dat er geen waterkippen zijn. Oh, we gaan het zien. Nou, we hebben in ieder geval 2 waterhoentjes gevonden. Die komen nu er aangezwommen. Hé, hoorde je dat? Dat was een vis die omhoog zwom. Oh, ja. Zo. Ze zijn fanatiek. Daar verderop, kijk, aan de overkant ligt een reiger. Zie je dat? Ik vind reigers wat heel mooi. Kijken of ik hem ingevoerd krijg. Ik zou niet al je brood hier gooien, want er zit niet heel veel. Kijk. Maar staan ze altijd. Hé, Sarah, kijk, ze zijn er. Welke? De waterhoentjes. Zie je ze? Waar? Maar er komen niet echt veel diertjes hier. We geven ze nog een paar stukjes en dan gaan we wel even verder zoeken. Dat is een beetje groot, schat. Ja. Het ziet er grappig uit hoe je nu staat. Ja, zie je nog een vogel? Ga je die ook brood geven? Ja, hij zit daar ergens verstopt. Ja, leg het maar daar neer voor hem, want hij gaat alleen maar wegvliegen. Sarah, hij gaat dan wegvliegen. Dat vindt hij hartstikke eng. Het is hartstikke lief van je. Nou, pak je broodjes weer. Omdat die vogel zo mooi is. Ah, dat is wel heel lief van jou.
het windzakje doen. Als je hem nou andersom doet, volgende keer, dan kan je het er gewoon uitpakken. Hé, maar vergeet je stop... Oh, nou, alsof het zo bedoeld was. Het moest gewoon zo zijn. Zit je lekker? Ja. Zo. Oh, ga je de visjes eten geven? Nou, misschien vinden de visjes het ook wel lekker, ja. Dan zien we, oké, allemaal visjes. Kijken of die gepakt wordt. Kijk uit dat je er niet in valt, schat. Moet je uit de vier sloot halen. En kijk wat we hebben gevonden. Heel veel eendjes aan de overkant. En er zitten daar ook nog waterhoentjes. Oh, een plastic uit weg. Dat vind ik niet zo netjes. Dat is leuk, zeg. Kijk hoe blij ze zijn. Oh, vind je het eng? Ja, dat willen ze wel hoor. Ze worden er helemaal wild van. Kijk, ze rennen. Kijk, die vliegt over. Die denkt, hé, hey, eten. Leuk hè. Geef me eens een klein stukje. Geef ik de kuikentjes daar wat. Dat vind ik wel leuk. Kijk, deze komt heel dichtbij. Moet je hem eigenlijk voor je voetjes leggen. Stukje brood. Laat maar voor je voetjes vallen. Durf je dat niet? Je liet het niet echt vallen. Kijk. Je moet het zo doen. Dan zien ze het. Nee, liever ver. Kijk, ik ga daar. Dan heb je die kleintjes. Die zijn wel heel schattig. Uitkijk, staan die brandnetels. Yes. Ik ga een beetje bij die andere. Ah, oh, gaat je papa of mama het nou afpikken? Laat ze. Ah, oh, je gaat het geven. Niet te dicht bij het randje, mop. Ah, oh, dit is echt lief. Word je achtervolgd door de eenden? Die zwart-witte is wel heel cool, hè? Ja. Die vind ik echt leuk. Kijk bij je voet. Kijk bij je voeten. Achter je. Die is vlakbij. Je kan ook proberen of ze het uit je hand willen eten, hè? Waarom? Moet er niks. Nee joh. Eenden kunnen niet bijten. Die hebben geen tanden. Moet ik het eens proberen? Geef eens. Geef eens. Kijk. Even geef eens een paar stukjes, alsjeblieft. Doen we eerst die hier. En dan naar deze. Kom maar. Kom maar. Zo, jij bent stoer. Hé hey Sarah, deze haalt het uit mijn hand. We gaan eens kijken of jij wat uit mijn hand wil eten. Want ik vind jou zo leuk. Kijk, jij wel hè. Ja, weer. Die durft heel dichtbij. Maar die andere, ja. Die, ja, blijf stil, blijf stil. Niet bewegen. Hier. Blijf stil zitten nu, hè? Blijf stil, blijf stil. Ja? Ja! Hij had het gemaakt. We hebben ook echt nog allemaal visjes gewonnen. Nou, en we hadden een poes gezien en die heette Kaylee. Ja. Ja, Kaylee, als je kijkt, we hebben een poes gevonden die is naar je genoemd. De vissen worden hier helemaal wild van het brood. Te grappig dit. Net sprongen ze er zelfs helemaal uit. Even nog wat gebeuren. Kijk of dat wel. Nee, kijk, ze gaan helemaal los op het brood. En ik ga mama heel lief een ijsje geven. Dit is bijzonder. Kijk eens mama, alsjeblieft. Oh, wat lief, dankjewel. Dan krijg ik een lekker van jou. Dankjewel. Wil je ook een hapje? Oh, kusje. Kusje. Dankjewel, schat. Ik vind het heel lief van jou. Ja. Ik heb al heel de dag zo'n trek in patatjes, dus Marco is nu patatjes voor me aan het halen. Want ik moet en zo patatjes. Dus die is naar de snackbar. En ik heb echt trek. Ik ging daar trouwens net proberen te editen, maar toen kwam Sarah heel lief een ijsje brengen.
En toen hebben we heel veel oude foto's en dingetjes en alles zitten kijken, dus ik heb niks meer gedaan. Dus ik denk dat ik dat nu ondertussen wel even een klein stukje doe en daarna patatjes eten. Mijn patatjes zijn er. Wat heb je nog meer gehaald? Wat heb je gehaald? Je hebt een corona kroket. Ik heb het jij hebt het. Dat is mijn patatjes. Zo lekker. Tijd om de vlog weer af te sluiten. Tot morgen.